Nee, zij is nog steeds tekort. Ja, jammer. Want dat scheelt wel alles namelijk. Wat zei je? Ja, snap ik. Mooi, de tempowisseling en bochtjes naar rechts. Goed inzakken met Mac in je hand, anders komt hij aan de verkeerde kant uit. Ja, de andere keren hebben jullie gewoon geluk gehad, maar er komt een moment dat hij verkeerd uitkomt. Netjes hoor. Doorlopen bij Jessie, geef hem geen ruimte om de broekjes van. Nala ook, tik op de billen. Nee, het Engels. Juist. Laat ons niet meer weer. Klein stukje hardlopen nog een keertje. Hand op de rug als het rechterdeel plaatsvindt en door de bocht heen. Netjes hoor, Rodi gaat goed, super hoor. Bochtje naar links, heel mooi. Klik maar ergens in het midden. Oké, zorg dat je plaats. Oké, we gaan iets doen wat jullie nog niet gewend zijn te doen. We gaan de hondje opnieuw laten liggen. En daarmee gaan we de hondjes ook roepen. Lig, blijf en hier komen. En dan doen we Nina even in de zitpositie als het even gemakkelijker gaat. Nala gewoon even naar je toe halen, ze is stout. Dan gaan we niet roepen, dan gaan we terug te corrigeren. We gaan er lig en blijf doen, maar dit keer ook met roepen erbij. Je roept de hond, je vangt hem met een heel laag handsignaal op in je hand. Dan krijgt hij gratis eten uit je vingers en dan laat je hem zitten. Dus we gaan de hondjes nadat we ze hebben geroepen ook laten zitten. Maar eerst eventjes gratis eten geven dat ze zijn gekomen. Dat ze niet doorschieten naar de hond naast hun. En dan gaan we ze pas vragen te gaan laten zitten. Laat ze in ieder geval liggen alvast. Doe je zitten, blijf, ja. Mag ook de hond aan de andere kant vastleggen of van hier leggen. Oké, één stapje achteruit gelijk weer terug doen. Zeker van. En je stap, ben je aan het bluffen. Oké, loop maar weg. We gaan ze roepen, jongens. Ik kan er niks aan doen als hondjes zijn gaan staan. Roep ze maar. Geef ze gratis eten. En laat ze zitten bij Boas, keurig. Laat ze zitten bij Rodi. Eerst zitten, want hij zat half. Dankjewel, Mick. Oké. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. En mogen jullie nu klikken. Hou ze in zitpositie, ze mogen niet opstaan. Hou de brokjes goed in je handen vast, laat ze niet vallen. En zorg dat je meerdere brokjes in je hand houdt. Hand weg bij deze, niet zo laten leuren aan de vingers. Klik nog maar een keer. Je blijft bij je hondje staan. Die loopt niet weg bij de vrouw of Olly. Ik ga verder kijken. De Ridgeback Rodi. Eén stukje geven. Laat hem maar één stukje eten, Rodi. Wil hij helemaal niet eten? Roep maar. Rodi. Laat ook Rodi zitten. Hand op zijn. Ja, goed gedaan. Dankjewel.